Het is juli en de poorten mogen open van het Duivelsberg Circuit in Maasmechelen. Ronde 4 van Bora RX Belgian Rallycross Championship en een wedstrijd die meetelt voor Belnet 2018. Warme temperaturen, veel stof en sproeien voor dit circuit. Het Duivelsberg Circuit in Maasmechelen. 60% tarmac gravel, 40%. Dat zijn de officiële getallen in een FIA gekeurd circuit. De bochten die kennen deze namen en de kwalificaties die zijn een feit met de Supernationals min 2000 cc. Een goede start hier van Didier Varit in zijn Mitsubishi Charisma. Een van die vreemde eenden in de bijt, maar Ron Snoek die gaat aan de leiding met Dave van Beers op de tweede positie. Dan Didier Varit met Annick de Jong die hyper de piep hoera haar 50ste verjaardag vierde op het Duivelsberg circuit in Maasmechelen. En meteen na de jokerronde gaat Michael Vliers in de Opel Corsa met een kleine stuurfout hier bij het uitsturen. Michael bleek ook al terug op een goede wedstrijd in Duitsland. Maar deze gaan vooraan. Ron Snoek aan de leiding. Dave van Beers in het spoor. Jagen op de Volvo. Zit daar wat geblokkeerd en kiest dan die jokerronde. Om via die jokerronde dan opnieuw aan te klampen bij de Volvo van de snelle Nederlander die nu gaat jokeren. Daar komt dan Van Beers in het helle gat. Langs die binnenkant in Limburgia Corner en mooi voorbij aan de Volvo. Kijk, die actie van Van Beers en Snoek. Snoek mooi volgen in de haarspelbocht. Die Duivelsberg op en afdalen. Bij start en finish. Een sterke heat voor Van Beers en Ron Snoek. Dan naar Super 1600 met Nick van Alke langs de binnenkant. In het midden Jordi Putseis. En buitenom Danny Luiten die opnieuw van de partij is in de jaar is. Daar wat contact. En van de drietal blijven er nog twee over. Oh, daar ook nog even Van Alke tegen die bumper van Jordi Putseis. En dan gaat Nick van Alke maar naar die jokerronde. In de LVA-kleuren. Naar de Limburgia Corner. Putseis hier in de haarspelbocht. En dan komt Nick van Alke netjes aansluiten bij de Opel Astra. Ja, toch wel een sterke zondag voor Nick van Alke. In zijn Volkswagen Polo zat er goed bij in die kwalificatiereeksen. Met z'n tweeën naar de haarspelbocht. Met nog steeds Jordi Putseis voor Nick van Alke. En Van Alke die goed komt aanklampen bij Jordi Putseis. Dan gaat Putseis en moet Putseis naar de jokerronde. Eerlijk zeggen dat de Opel Astra van Jordi Putseis wat last had van de warme temperaturen. Maar geeft het maximum net als deze Nick van Alke. Die zich dan weer goed voelt in die polo tijdens die warme temperaturen. Een knappe kwalificatie, trouwens knappe kwalificaties reed hier in Maasmechelen. Net zoals Ludo Helve en Herman van Tielen goed wegkomen hier bij de Supernationals plus 2000 cc. Langs de binnenkant nu Ludo Helve die de leiding neemt met Johan Jacobs op de tweede positie. Dan Roel Verhoeven. Achter Verhoeven is Tom Geijnen. En dan de Volvo van Herman van Tielen. Die trein blijft netjes compact bij elkaar. Met Helve. Met Jacobs en Verhoeven proberen nu wat weg te komen daar bij Tom Geijnen. Geijnen in de grijze Opel Astra. En iets te fel naar buiten. Een kleine stuurfout daar voor Johan Jacobs. Afgestraft door Roel Verhoeven. Gaat naar de tweede positie. En naar de jokerronde. Verhoeven naar de jokerronde. Dan schuift opnieuw Jacobs voorbij. Jacobs daar wat in de problemen. In het helle gat. En ook Tom Geijnen voorbij aan de BMW M3. Deze Tom Geijnen. Nu proberen aan te klampen bij Roel Verhoeven. Daarachter zit Herman van Tielen in de Volvo. En vooraan deze Ludo Helve met Johan Jacobs. Naar de jokerronde. De Escort en de Mondeo. De rijders uit Zonhoven
Die het even moet afleggen tegen Roel Verhoeven. Verhoeven aan de leiding. Elven netjes daarachter. Kijk die aanklampen. Die escort daar de sporen geven met Johan Jacobs. Knap gereden in deze kwalificatie voor de Super Nationals Plus 2000cc. En dan naar de min 2000cc klasse. En daar schiet Veerstel weg, Kurt Lambers. Winnaar van de vorige wedstrijd. En de Ford Escort van Nick Nijens. Nijens met Ron Snoek, met Glenn Coles en Raffer Heijen. Vrije zijn wagen opnieuw moeten opbouwen na een klapper in Nederland. Maar goed van de partij. Lambers ook goed van de partij. Nijens goed van de partij. Hier Ron Snoek en daarachter Glenn Coles. Ook Coles goed mee in deze kwalificatieheat. Volgt hè, met die voorwielen aangedreven Opel Astra. De achterwiel aangedreven, deze BMW, deze Escort en Volvo. Hij gaat zoeken naar de jokerronde. En Coles wil mee, dan besluit hij maar om toch zijn weg te vervolledigen daar in het hellegat. Komt dan in het zand terecht. Maar blijft Snoek voor. Daarachter Raffer Heijen in de BMW Compact. En Nick Nijens jaagt op Kurt Lambers. Jammer genoeg dat later in de dag de techniek, de mechaniek het laat afweten. Bij de jongen uit Meeuwen-Gruidrode. De Ford Escort die jammer genoeg stuk gaat. Snoek volgt. En Coles volgt. Netjes gedaan in de Astra. En een mooie overwinning voor Kurt Lambers in zijn BMW. En dan de strijd in 1600. Super 1600. Met Pascal Roemans langs de binnenkant in de Fiesta. Buitenom Steve Otzer. En Davy van der Branden op de derde positie. De divisie, de klasse waarin dat ze gewaagd zijn aan elkaar. Een strijd tot op tiende van een seconde. Roemans aan de leiding. Met Steve Otzer op de tweede positie. Een moeilijke zondag. Moeilijke kwalificaties voor Steve Otzer. Zo vertelde hij mij na afloop. Maar sluit aan bij Pascal Roemans. En dan Davy van der Branden. Die moet daar nu komen. Want hier de actie van Roemans en Otzer voor het inrijden jokerronde. Tijd voor iets voor beide rijders, want daar komt Van der Branden. Van der Branden naar de tweede positie. Van der Branden voorbij bij Pascal Roemans. Even daar contact met zijn tweeën. Roemans probeert daar langs de binnenzijde voorbij te gaan aan de DS3. Lukt daarin. En Van der Branden naar de derde positie. Aanrijding Otzer. Nu niet verslikken in die jokerronde. Doet dat niet. Vorige ronde wel. Hij blijft aan de leiding. Bij het uitsturen van de Limburger corner richting de haarspelbocht. Hier Otzer. Otzer aan de leiding. Met Roemans op de tweede positie. Derde positie voor Davy van der Branden. En de Saxo wint deze kwalificatie in Super 1600. Aardig wat pk's bij elkaar voor de Super Nationals. De plus 2000cc klasse met Luc Maris die aan de lijnen gaat. En Ludo Hermans die zich totaal vergist, verslikt, doorschiet en in de grindbak terechtkomt. De escort staat daar in de problemen. Hairway in de zandbak. Maris op de Duivelsberg. Met Steven Volders erachter in de Fiesta. En die probeert daar in de buurt te komen van de Volvo. Volders bijna rechtstreeks vanuit Zweden. Reed nog het EK Rallycross in Hulius. 1 week voor deze wedstrijd. En vlak daarvoor nog in Noorwegen. En in Nederland. Drukte van je welste voor de rallycrossers. En drukte van je welste voor Luc Maris om tempo te krijgen in die Volvo. Op jacht naar een succes hier in Maasmechelen door de jokerronde in zijn spoor Volders. Volders denkt ik moet volgen voor een goede kwalificatie richting de halve finales en de finale.
En daar gaat het dan bijna nog fout voor Maris Maris, die zich verslikt in de haarspelbocht en Volders eraan voorbij. Hier Volders aan de leiding. En de overwinning voor Steven Volders voor Luc Maris. En dan opnieuw onderweg in Super 1600. Met Joël Straks. Kopstart voor Joël Straks. Met Yves Telen op de tweede positie. En Nick van Alke is derde in de Volkswagen Polo. Jokerronde nu voor Yves Telen. Met Joël Straks. Die aan de leiding gaat. En dan Nick van Alken. Naar de Duivelsberg en naar de panoramabocht. En dan moet Yves Telen alles op alles zetten om bij dit duo te komen. En dan gaat Joël straks maar naar de jokerronde. Daar komt dan Telen. Telen naar de jokerronde. Van Joël straks naar de tweede positie. En dan Van Alke. Die gaat dan maar naar die jokerronde. Opletten voor Joël straks. Straks langs het hellegat. Binnenkant Limburga corner. En straks naar de tweede positie. Van Alke is derde. Zonder veel fouten betekent een goede kwalificatietijd neerzetten voor Yves Telen met deze overwinning. Joël straks is tweede, derde is Nick van Alke. En dan een vijftal in de Supernationals Plus 2000cc. En kijk die rol aan Mini. Mini met de kopstart. En buitenom Davy Leijzen. Davy opnieuw van de partij. Probeerde de zaterdagtraining en voelde dat het goed was. Deelnemen aan de wedstrijd. Goed dat hij er weer bij is. De BMW M3, auto nummer 7. Hier achter Mini aan. En dan Christophe Becks met Bert Bosmans. De vierde positie, vijfde, is Arne Kemps in zijn BMW. Van de Duivelsberg gaan daar de stofwolken. Stofwolken voor achter in het beeld. Zien we Becks in de fout. Staat daar met de neus in de verkeerde richting. Baan vrij voor Mini. Baan vrij voor Davy Leijzen, Bert Bosmans en Arne Kemps. Ah, die gaan in deze kwalificatie al voorbij aan Christophe Becks. Becks helemaal achteraan. Zagen we hem uitsturen van de spinnenkop. En Mini blijft aan de leiding. En daar komt Bosmans aanklampen. En kijk dat drietal. En kijk die Davy Leijzen. Links-rechts proberen bij die Volvo. En Mini rijdt de race van zijn leven. Aan de leiding in de Volvo. Leijzen erachter. Probeert, hè. Pushen, links-rechts proberen, Bosmans ook. En Kemps komt aanklampen met zijn BMW. Dit viertal onderweg. Duivelsberg op. En hier komt Leijzen langs de binnenkant. Leijzen probeert langs de binnenkant, maar Mini wint. De baan wordt geprepareerd. Er wordt op adem gekomen. Even verkoeling zoeken voor de finales na de onderbreking. Dit is de Duivelsberg van het Duivelsberg Circuit in Maasmechelen. We maken ons klaar voor finales. Beginnen doen we met de Supernationals Min 2000cc. Met Kurt Lambers en Martijn van Hoven. Bar Konings en Ron Snoek. Peter van de Wegen en Dave van Beers. Staan klaar voor 6 ronde finale. Met de start die vrijgegeven is. De twee BMW's komen goed weg. Hè. Langs de binnenkant Kurt Lambers. Maar buitenom is het Martijn van Hoven die naar de leiding gaat. Hier de 1M BMW. Met Lambers in zijn spoor. Derde positie voor Ron Snoek. Dan Peter van de Wegen. Zij aan zij daar met Bart Konings. En Dave van Beers in de Clio. Snoek naar de jokerronde met Bart Konings. Zij sluiten aan bij Dave van Beers. Aansluit. Bij de Renault Clio met Van Hoven die aan de leiding gaat. Lambers op de tweede positie. Dan Van de Wegen met Van Beers, Konings naar de Duivelsberg en grote bocht naar rechts voor Martijn van Hoven. Kijk dat sturen, kijk dat sturen en kijk dat bijna in de fout gaan. In die spinnenkop en daar komt opnieuw Kurt Lambers.
De ronde nu voor Lammers. Die denkt, ik kies het zekere voor het onzekere. Zat daar wat geblokkeerd achter de BMW van Martijn van Halve. Maar blijft op zijn beurt rond Snoek voor. En Snoek was al gaan jokeren. Samen met Bart Konings, dat zien we. De groene aanduiding boven in het beeld. De rijders die al zijn gaan jokeren hier van Beerza naar de jokeronde. Die denkt, dan moet ik nu die jokeronde kiezen. En sluit aan achter Bart Konings, weliswaar. De Clio, als hekkensluiter nu. En Lammers, Snoek, Konings, Van Beers moeten nu naar Martijn van Hoven. Die gaat aan de leiding. Hier naar de jokeronde, de BMW. Met Peter van de Wegen op de tweede positie. Heem de Jaris neemt dan nu de leiding over. Opletten voor Martijn van Hoven. Martijn van Hoven blijft. Keurt Lammers voor. Lammers al gaan jokeren. Dat zijn dan de virtuele 1, 2 en 3. Van Hoven, Lammers en Snoek. Want Van de Wegen moet nog naar de jokeronde. De Toyota Yaris gaat aan de leiding weliswaar van de wedstrijd nu. In die grote bocht rechts richting de Spinnekop. Daar gaat Martijn van Hoven iets te fel naar buiten. Daar komt Lammers heel strak langs de koord, langs de binnenkant. Die strijdt om nu de virtuele leiding. En gaat aan de leiding. De garagehouder uit Neerouteren gaat aan de leiding. En de boommaker uit Kinrooi. Die ziet door de bomen het bos niet meer. Op die tweede positie. De 1 en BMW daar even contact maken met Lammers. Maar dat is racen op het scherpst van de steden. Geen moedwil. Niet duwen. Enkel en alleen even komen aanleunen. Maar die mogen geen tijd verliezen. Die mogen geen tijd verliezen, moet ik zeggen. Want die moeten aanklampen bij Van de Wegen. Van de Wegen probeert nog weg te komen in die jaren. Gaat nu naar de jokeronde. En daar komt die hele trein aan. Die sneltrein in het hellegat. Met Lammers voorbij. Met Van Hoven voorbij. Snoek voorbij. Aan de buitenkant de jaren van Peter Van de Wegen. Waar nestelt hij zich daar nog even contact met Bart Konings. Konings gaat voorbij. Voorbij aan de Toyota Yaris. Wat een finale in Supernationals Min 2000cc. Dit is Rallycross zoals we het willen zien. Met overwinning voor Kurt Lammers in zijn BMW. Tweede wordt Martijn van Hoven, rond Snoek Bart Konings, Peter van de Wegen en Dave van Beers. Ik had niet verwacht dat Martijn sneller zou zijn aan de start. Heb ik die laten gaan en een beetje afgewacht wat Martijn ging doen. Dan ben ik eigenlijk onmiddellijk gaan jokeren. Het was achteraf gezien een goede set en toen hebben we eigenlijk, zal ik zeggen, iedereen ingehaald tijdens het jokeren. Het mooiste van de dag was in de lange bocht hier, ging Martijn telkens wat te breed en ik zag mijn kans en ik ben in de lange bocht aan de binnenkant langs hem doorgereden. Mooi uitleg van Kurt Lammers. We gaan naar de 1600 met Dennis Reemans en Steve Otzer. Yves Telen en Davy van den Branden. Pascal Roemans en Nick van Alken. Zij kwamen vanuit de halve finales in de finale terecht. De kopstart is ervoor. Steve Otzer, Otzer in de saxo komt goed weg. Tweede positie voor Dennis Reemans. Reemans voor Davy van den Branden. Dan Yves Telen. Met Pascal Roemans en Nick van Alken. Meteen naar de jokeronde, denkt Davy van den Branden. En dan proberen aan te klampen. En voorbij te schuiven als de concurrenten gaan jokeren. Otzer gaat aan de leiding en Reemans op de tweede positie. Een geoxideerde sticker van de computer. Gooide bijna roeter het eten bij Dennis Reemans. Tijdens de kwalificatiemanches, de hele voormiddag, de hele zondag problemen. En dan werd het steeds maar beter en beter. Naarmate we naar die halve finales gingen, kon het afmaken in de halve finale. En nu in die finale. En Nick van Alken gaat naar de jokerronde. De Volkswagen Polo, jokeren. Dat heeft dan ook Davy van den Branden al gedaan. Terwijl dat Otzer hier aan de leiding blijft. Reemans op de tweede positie. Met z'n tweeën proberen weg te komen bij Yves Telen en bij Pascal Roemans. Roemans in de Fiesta. En mag het dan ook eens meezitten met Pascal Roemans. De pechduivel die al vaak heeft meegespeeld. Lijkt nu aan de kant te blijven. De Ford Fiesta de sporen geven. Hier Yves Telen. De Peugeot naar de jokeronde. En sluit dan aan achter Davy van den Branden. Maar blijft Nick van Alken voor. Dat is de ranking. Otzer, Reemans, Roemans. Die moeten nog gaan jokeren. Van den Branden die kan aanklampen bij Pascal Roemans. Hier de jokeronde nu voor Otzer.
Kotser in de jokerronde. Dan gaat Reemans even aan de leiding. Hij moet Otser proberen aan te klampen bij de Ford Fiesta. Hier Roemans. Roemans in strijd met Nick van Alke. Van Alke voorbij aan Roemans. Voorbij aan de Fiesta. En Reemans gaat aan de leiding. Reemans probeert voorsprong te nemen bij Otser. Otser op de tweede positie. Hier komt Steve. Kan die voorbij gaan aan Reemans. Reemans naar de jokerronde. Daar komt al Otser. En Otser voorbij opnieuw aan de leiding. Oh, knap gereden. Wederom de wedstrijd voor Steve Otser. Mooi werk van Reemans met Van der Branden op de derde positie. Hij geeft ook alles op alles. Met Telen, Van Alke en Pascal Roemans. Maar de winnaar in Super 1600 is Steve Otser. Tweede Dennis Reemans, Davy van der Branden, Yves Telen, Nick van Alke en Pascal Roemans. Ik voelde mezelf niet goed, kort. Je moet de pilletjes pakken om een beetje te kunnen deftig rijden. Alleen voor mijn bal beter te voelen. En dan had ik echt geen goed gevoel. Was het griep, ik weet het niet. De auto deed niet wat ik wou. Dan stond ik op de tweede plaats in de finale. Daar heb ik een hele goede start kunnen maken. En dan zien we waar we uitkomen. En ja, het is gelukt. Dus. Ja, dan gaan we naar de Plus 2000cc Super Nationals met Luc Maris, met Steven Volders, Bert Bosmans en Stefan Vaase, Davy Leijsen en Roland Mini. Die staan hier klaar en daar gaan we met al een rookpluim bij de Volvo van Bert Bosmans vandaan. De lichtblauwe auto naar de derde positie. Deze Maris gaat aan de leiding. Volders naar de tweede positie. Derde plaats is er voor Bert Bosmans. De jokerronde hier voor Davy Leijsen. En de jokerronde voor Roland Mini. Wat onstabiliteit daar in die jokerronde voor Davy Leijsen. Maris blijft aan de leiding. Volders op de tweede positie. Van die Duivelsberg af. En kijk dat werken in de cockpit van deze Volvo van Maris. Die aan de leiding gaat. Volders op de tweede positie. En dan krijgen we Bosmans. Die volgt daar netjes de Fiesta van Volders. Maar gaat naar de jokerronde. Samen met Stefan Vaase. De blauwe BMW. Stefan Vaase nu is hij aan zijn met zijn merkgenoot Davy Leijsen. Buitenom Vaase. Zit dan nu aan die binnenkant voor de haarspelbocht. En blijft Leijsen voor. Roland Mini in de achtervolging. Deze Luc Maris, die gaat aan de leiding. Met Volders op de tweede positie. En Bosmans. Bosmans. Derde. En het blijft allemaal heel. De techniek, de mechaniek. Bij Bert Bosmans. Toch even bang afwachten. Hier rookpluim bij de start van de wedstrijd. Hier de jokerronde van Maris. Kijk, dat is strak sturen in die jokerronde. En Volders langs de binnenkant. Volders langs de binnenkant. Maar er zit Maris nu aan de binnenkant voor de haarspelbocht. Maar Volders toch even aan de leiding. En waarom even? Hij moet nog naar de jokerronde. En Maris klampt aan. Zit vlak achter de Fiesta. Naar die grote bocht, naar rechts. De spinnenkop en nu de jokerronde. En dan gaat Maris voorbij. Maris nu definitief voorbij bij Volders. Want we zitten in de laatste ronde van deze finale. Op die Duivelsberg. Van de Duivelsberg af het rechte stuk op. En de finishvlag. En tevreden is Luc Maris met zijn overwinning. Volders 2, Bosmans, Vaase, Leijsen en Roland Mini. Vandaag met de eerste reeks had ik een slechte start eigenlijk. Was een van de laatste weg. Dat wordt direct afgestraft. Dan zit je in het peloton. En ik had toch nog de vierde tijd, dus ik was content. Tweede reeks, kopstart.
tweede snelste tijd. En de derde reeks kon ik vrij rijden. Eerste tijd. Dan de semifinales had ik dan ook de pole. En dat ging vrij vlot. Dan had ik dan vrij kunnen rijden. Wat dan resulteert in een pole position in de finale. Iedereen tevreden terug naar huis. Een mooie dag rallycross in Maasmechelen. De volgende wedstrijd zondag 5 augustus op het Duivelsberg Circuit in Maasmechelen.